Meneer Sander. Ik ben hier, mag naar binnenkomen. Oh, fijn. Ik kom eraan. Dag. Hoi, we mogen even geen handen geven. Nee. Gaat u lekker zitten? Ik ga hier zitten. Vertel, wat heeft u last van? Ik heb zo'n last van hoofdpijn. Ik heb er echt al 3 dagen last van. Weet je, een heel de dag? Of, In de middag, in de avond komt het aanzetten. En 's avonds heel erg. Oké. Ja, wat doet u voor werk? Zit u heel lang achter een laptop? Of? Nee, ik werk met kinderen. Dus ik zit niet zoveel achter mijn laptop. Kinderen ook niet. Nee. Maar verder, nee, dat valt me eigenlijk wel mee. Okay. Ja. Ja, en uw ogen, heeft u een bril? Ik heb geen bril. Of een lente misschien? Nee, ook niet. Nee, ja, dan denk ik dat het goed is om daar eens even mee naar te kijken. Mijn ogen? Ja, ja. Vaak krijg je als je slecht ziet last van je hoofd. Oké. Okay. Dus u mag hier komen staan. Doe even een oogtest. Een oogtest, ja. Dat is goed. U mag u hierbovenaan vertellen waar de opening zit. Die zit erboven. Ja, klopt. Daaronder. Rechts. U moet hier al wel goed van kijken. Ja, ik moet wel even turen. Ja. Ja, ik zie het. Daaronder. Links? Nee. Oh. Nee, hij zit erboven. Echt? Ja. Nou, niet gezegd. Ja, en deze? Onder. Oké, dat is toch wel. Ja, die lukt. Ja, en daar wordt het moeilijk hoor. Die niet. Nee. En die dan nog? Gaan we die nog even? Dat is gewoon een vlekje. Oh. Ja. Ja, dan denk ik dat dit wel een probleem is. Want u zou eigenlijk zelfs deze toch wel moeten kunnen zien. Serieus? Staat er ook iets? Ja. Oh. Dus, nooit gezien. Ja, ik zit te denken aan zeker -5 wel hoor. Dus dat is wel echt. Dus ik moet een bril. Nou ja, of lenzen. Dat mag u dus zelf kiezen. Oké. Okay. Zal ik u even een foldertje meegeven? Graag. En, ja. Fijn. Dan kan ik naar een opticien of zo. Ja. Dus, okay. Hier staan enkele opticiens in de buurt. En ook hoe je het bijhoudt en alle randzaken. Oh, fijn. Nou, wat een goede hulp. Ja. Nou, dank u wel. Ik hoop dat het de hoofdpijn snel voorbij is. Ik ook. Ik laat het ook horen. Nou, dat is wel heel fijn. Nou, tot ziens. Dag hoor, dokter. Ziens. Nou ja, jullie zien het dus wel, hè. Wij hebben voortaan een dokterspraktijk in de klas. En het nieuwe thema is ziek zijn.